What is up, bike bros? We zitten vandaag op de Honda Africa Twin 2024 met DCT. En ik heb nu al gemerkt dat er moeilijk veel knopjes op dit ding zitten, niet normaal. En ik ga hem zo even in sport knallen, want dit ding schakelt echt fucking snel door. Ja, ik rijd nu al in de 5. Dus we hebben, als het goed is, ja, dit gaat echt, dit komt niet vooruit. Het is dus een 1100 motor. Uit 2024. We zijn vandaag dus bij Motorport in Zelhem. Dat is waar ze hebben een Honda Experience Day. Dus daar hebben we ons op ingeschreven. En ik heb natuurlijk op een TNRE gereden. En ik dacht, ja, misschien is dit wel een beetje dezelfde trant. Een beetje vergelijkbaar, maar toch heel anders. Ja, het voelt natuurlijk ook anders, omdat je... Sorry, je moet even een klein beetje opletten. Ja, het is wel jammer, we rijden vandaag in de groep. Dus ik ga hem eventjes in de sport zetten. Dit is de sport. En je hebt ook nog sport E2 en 3 volgens mij. Maar er zitten weer een boel knoppen op. Als het goed is, kan ik ook gewoon terugschakelen. Nou, we zitten gelijk achter. Je weet gelijk waar we zijn. We zijn lekker in de Achterhoek. We zitten gelijk achter een tractor. Maar zo'n eerste moment. Hij voelt wel gelijk een stuk logger dan bijvoorbeeld een TNRE. Of een. Ja, voor de rest heb ik niet echt op hoge dingen gereden. Maar het voelt alsof het gewicht veel hoger ligt. Maar het rijdt wel, het is wel apart, man. Het is gewoon een automaat eigenlijk. Oh, hij doet een pisse knipper, dan gaan we naar links. Volgens mij gaan we helemaal niet links. Want het is wel echt heel apart om niet je koppeling te grijpen. Nou, ik ga hem een beetje gas geven. Ik heb hem nu dus in een normale sportstand. Oh, hier voelde je wel doorschakelen. Man, die blijft wel heel lang in twee versnellingen, man, die sportstand. Nou, nu gaat hij pas door naar de 3, 4. En nu denkt hij, oh, je hebt het. Nou, maar zeg, je maakt geen snelheid meer, dus dan gaat hij versnellingen opschalen. Ik ben benieuwd hoe de wind is. Ik heb even wat online reviews en zo gekeken, maar volgens mij het scherm, ja, kan omhoog, maar. Tenminste, of zit hij al omhoog? Volgens mij kan die nog hoger. Oh, zie die gasten hiervoor schakelen. Wat schakelen, jongen. Je voelt er soms wel een klein beetje hokken of zo. Ah, hij rijdt wel echt heel tranquilo, heel rustig. Ja, kom maar hoor. Oh, goede refmatch. Goede refmatch, broer. Ik doe helemaal niks, maar goede refmatch. Dat is een tering grappig. Hup, en zo sta je gewoon stil.
Het is wel echt ziek stabiel, zo'n... We moeten opletten omdat hij een beetje rekening moet houden met die groep. Ik ga hem eventjes in sport 2 zetten, denk ik. Ja, ik kan er niet bij met mijn tuin, hoor. Maar laat ook even weten wat jullie vinden. Hebben jullie al een keer een DCT gereden? Of nog nooit? Ik ga wel even een klein beetje off-road dadelijk, hoor. Oh. Ik ga even de cruise control inzetten. Waarom lukt mij dat nooit? Ik ben benieuwd naar hobbeltjes en zo, hoe die dat doet. Volgens mij voel je daar helemaal niks van. Ik rijd dus op de Africa Twin en dit is de Adventure. Hoe zeg ik dat? Ik weet niet de volledige naam. Ik heb dus zieke koppers en zo, man. Holy shit, fuck dik. Als het goed is, kan ik ook gewoon terugschakelen. Ik weet niet of die nu ook wel gewoon weer opschakelt vanzelf, omdat ik nu aan die manual ding heb. Ja, hij doet het weer. Dus je hebt en een LCD scherm, gewoon echt een mega waar je alles op kan zien. Plus je hebt hier altijd nog een schermpje waar je gewoon de basics kan zien. Zo, schakelt hij ineens naar de 2. Hey, we rijden op de roadracecircuit stukje. Dat is wel lachen. Hier, normaal begint hier de roadrace van Hengelo. Oh, dat is wel lachen. Gaan we een stukje circuit pakken. Oh, ik kan wel vlammen met dit ding, hoor. Lekker zeg. Ja, ik weet niet... Hoeveel inch het voorwiel? Volgens mij is het voorwiel kleiner geworden. Om het makkelijk stuurbaar te maken op de weg. Je wilt eigenlijk een dun en volgens mij zo groot mogelijk voorwiel. Als je echt losse zand en dat soort dingen ingaat. Maar daarvoor is deze niet echt bedoeld. Deze zit er een beetje ertussenin. Tussen echte straatmotor en off-road. Dus wat leuk is met zo'n motor zoals dit is gewoon... Het is gewoon gravelpaden, weet je wel. Dat soort dingen. Dat is gewoon echt, dat is echt top gewoon. Maar echt volle bak zand is hier niet echt voor gemaakt. Ja, achter mij rijdt de normale Africa Twin.
daar had ik me eigenlijk op ingeschreven. Maar toen werd ik gebeld van ja, die motor is al bezet. Ik heb nog wel de Adventure versie. En achteraf heb ik hier helemaal geen spijt van. Deze ziet er echt 10 keer dikker uit. En hij is ook gewoon voller, laten we zeggen, qua opties. Qua suspension, dat soort dingen allemaal. Oh, daar lekte hij wel een beetje. Hij wilde, laten we zeggen, van de 4 terug naar de 3, maar... Ik voelde me een soort van even denken van... Ga ik terug naar de 3 of... Ik ben benieuwd hoe de wind is voor jullie. Want ik heb niet echt, ik heb het gevoel dat hij net over mijn helm heen gaat. Maar ik heb daar aan de zijkant heb ik wel heel veel wind. Maar mijn benen en mijn knieën en zo, die zitten echt helemaal ingetukt. Dus die zitten echt helemaal. Dus dat is wel echt heel nice. Dus daar voel je echt, echt amper wind. Dus je kan gewoon terugschakelen hier. Nu rij ik in de 3. Pap, in de 2. Ja, lijp. Maar als je hem gewoon in de normale stand zet, nou, dat is niet te... Ja, dan kan je prima mee gewoon echt cruisen, maar... Oh, sorry paardje. Kijk, dat is heel goed aan het mesten. Of hoe noem je dat? Gooien, of weet ik veel. Ah, kijk, hier moet ik dus eigenlijk gewoon de volle bak overheen vliegen. Kijk hoe dat voelt, maar... We rijden een beetje als slakgangetje achter hier aan. Ik ben benieuwd of je het voorwiel omhoog kan krijgen met zo'n DCT eigenlijk. Ja, dat ga ik opzoeken. Als dat kan, waarschijnlijk sowieso kan iemand dat. Dan drop ik wel even een videootje. Maar, korte bochtje. En Willy. Hoppa. Trek de gekke Willy. Wat ik wel mis, is de goede packs, man. Hij heeft, laat me zeggen, gewoon normale packs. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. De spiegels en zichtbaar, of zicht naar achter, dat is echt top. Ja, ik ben natuurlijk gewoon bar en mirrors gewend, hè. Dus dan zijn deze spiegels natuurlijk gewoon echt massive. Handkappen, ook ideaal. Echt heerlijk. Heb je knipje nog aan? Oh. Ja, het knipje nog aan, is dat. Maar de packs, dat is gewoon normale footpacks. Kijk, ze zijn iets breder, maar niet. Nee, niet dat je even lekker gaat staan of zo. Dus daar kan je ook al afzien dat het niet echt bedoeld is om gewoon volle bak Dakar mee te gaan rijden. Ja, ik moet alleen die cruise control nog even fixen, man. Maar als ik dat dus inklik... Oh, ik moet naar beneden, denk ik. Daar staat set. Kijk, als ik dit inklik, komt er hier een cruise control ding. Waarom doet hij dat niet? Ik snap het niet zo goed. Misschien moet ik hem inhouden. Nou, hij boekt het wel door, hoor. Hij heeft als het goed is 100 pk. Dus dat is voor
1100 boten natuurlijk, ja, heel timide eigenlijk. Maar dat is ook al een beetje Honda. Kijk, je kan zo'n blok natuurlijk opfokken naar, weet ik het, 150 pk. Maar dat gaat natuurlijk wel ten koste van, ja, en de rijstijl wat bedoeld is voor deze motor. Maar ook natuurlijk, wat wil ik zeggen? Heb je hobbels? Ah nee, jammer. Maar hij heeft dus 100 pk, wat eigenlijk, ja, vrij weinig is. Maar dat is gewoon puur betrouwbaarheid, rijstijl van de motor. Dus hij kan echt wel meekomen hoor, hij komt echt wel van zijn plaats. Maar je merkt wel dat hij, ja, niet echt volle bak, ja, wil racen, laten we zeggen. Kijk, 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 hier gaan we volle bak overheen. Ja, niks aan de hand, kijk. Oh, dat is lekker, man. Waarom krijg ik die shit niet uitgevonden met die fucking cruise control? Hier gaan we weer. Hup. Oeh, als je hard rent, gaat hij ook harder. Dan schakelt hij echt wel volle bak terug. Dus dan merkt hij wel van, oh, je gaat hard remmen. Je wilt bijvoorbeeld hard de bocht in. Dus dan, dan is het wel nice. Dan gaat hij echt gelijk gewoon boem, boem, gelijk terug. Merk wel dat je gewoon van die off-road... harde laarzen nodig heb op deze motor. Waarom? Omdat mijn enkels, ik heb gewoon lage schoenen aan. En mijn enkels die zitten nu dus tegen allemaal harde dingen aan. Tussen ijzer, tegen ijzer aan en zo. Soms voel je hem echt ziek hard schakelen en soms voel je het bijna niet. Kijk, hier hebben we een hobbeltje. Dat is nice. Hop, oh, ja, lekker. Ja, dan is het gewoon leuk om een hobbeltje te pakken. Dat is mooi. Ik wil eigenlijk een klein stukje gewoon even een beetje off-road. Gewoon een paar van die hobbeltjes of zo pakken. Ik weet niet of ze dat heel leuk vinden. Vanuit Honda dan. Oh, laat ik een beetje aansluiten. Wow, kill, dat is lijp. Dan bounce die wel echt mega, joh. Dat is niet echt fijn of zo. Kijk, gelukkig ben ik het gewend. De 07, die suspension, die is best wel, ja, best wel soft, laten we zeggen, voor een naked. Dus dan is dit in de bocht, ja, dan voel je hem echt zo woem, woem. Want die is... Als ik zo hier en weer ga, ja, hij is best wel soft. Maar ik stond net met die keel achter mij, stonden naast elkaar met het wegrijden. En die van hem was nog veel zachter. Deze, die rebound van deze was veel sneller. Dus die kwam veel sneller weer omhoog. We zijn alweer terug. Kan ik hier niet even een hobbeltje pakken of zo? Kiel, dat voelt wel gek. Nou, we gaan even tanken, dan zijn we er weer geweest, denk ik. Dat was hem weer. Yes. Nou, gas erop. Ah,
Ja, de motortjes worden lekker gewassen. We zijn de laatste van de demo ride. Dus alles wordt gewassen en dan gaan ze weer verder naar de volgende motorzaak. Nou guys, daar heb ik dus op gereden. Dikke Afrika Twin. Was lachen, wel bedankt. Motorport Zelm, dat we even een rondje mochten rijden. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken en dan zie ik jullie in de volgende. Later!